Ik vind onze nieuwe lerares echt geweldig. Ze is nog maar net begonnen en we gaan gelijk al op stap. Ja, zo cool. En dan gaan we naar het Centershock Park. Heb je over gehoord? Nee, ik dacht dat we naar het zwembad gingen. Centershocks, wat cool. Hé, Lena. Ik vind het altijd leuk om op stap te gaan met de klas. Denk je dat ik mijn schildpad mee kan nemen? Ja, natuurlijk. Je kunt er vast ook wel zwemmen, denk ik. En mijn bikini moet die mee? Ha, wie weet, ik neem de mijne wel mee. Het wordt vast wel cool. Oh, Chrissy, zeg nou toch niet dat je je spullen bent vergeten, hè? Ja, dat klopt, maar ik heb in ieder geval aan mijn schildpad gedacht. Maar ja, ik ben mijn badpak vergeten thuis. Denk je dat we er echt eentje nodig hebben? Er is hier helemaal geen water. Hé, hey, jullie hebben je spullen helemaal niet bij je, toch? Nee, ze hebben we vergeten. Ach ja, geen probleem. Ik vraag wel even aan de badmeester of het oké is. Nee, het is niet verplicht. Je moet alleen maar je schoenen uitdoen. Mevrouw de badmeester? Waarom heeft u eigenlijk zo'n ring? Ja, misschien moet ik iemand ermee vangen en uit het water halen. Maar hoezo dan? Je hoeft toch niet te kunnen zwemmen? Ja, maar het kan ook gevaarlijk zijn met al dat suiker. Zeg, Philip, waarom heb je eigenlijk een zwemvest aan? Ik heb mijn zwemdiploma nog niet. Ja, maar hier is toch helemaal geen water? Je hoeft toch helemaal niet kunnen zwemmen? Ik snap het niet helemaal hoor, met die Centershocks. Ja, ik ook niet. Het is echt een beetje apart. Nou ja. Nou, daar gaan we dan maar. Woehoe! Je zakt zo weg. Lena, waar ben je? Ik ben hier, onder. Ik word een beetje opgeslokt zo ongeveer. Dit zijn echt veel Centershocks. Zullen we proberen misschien? Ja? Durf je? Ik weet niet, ze schijnen heel zuur te zijn. Durf je niet? Jawel, tuurlijk wel. Wat is dit er voor eentje? Centershock Mystery. Mysterieus. Dat klinkt spannend. Wat is er nog meer? Hier staat Hidden Apple. Apple? Maar dat kun je toch niet eten? Ik heb er hier nog eentje. Rolling Cherry. Rollende kers? Aha. Dat klinkt lekker. Zullen we die openmaken? Oké. Wow, zo'n Centershock is enorm. Bijna groter dan ik. Wow. Ja, je moet eigenlijk niks eten wat groter is dan je eigen hoofd, toch? Nee, het lijkt me inderdaad niet. Kom, laten we het proberen. Het moet heel zuur zijn van buiten. Ik durf niet. Ja, ik eigenlijk ook niet. Laten we het samen doen. 1, 2, 3. Eww. Gatsie, dat is zuur. Vreselijk. Ik heb hem laten vallen. Wat hebben we nou gedacht eigenlijk? Ja, ik weet niet. We dachten dat het lekker was. Maar of ik er nog eentje eet, dat weet ik niet meer. Ik ook niet meer. Misschien zijn de andere soorten niet zo zuur. Laten we het proberen. Oh jee, ik ben blijven steken. Alles zit helemaal vol met Centershocks. Gaat goed, Chrissy? Ja, prima. Ik ben in ieder geval zacht geland. Tjonge, hoe kom je hier uit? Misschien moeten we alles opeten, zodat de weg weer vrij is. Nou, dat kunnen we wel proberen. En gelijk beginnen. Dat gaat nog even duren. Lena, Chrissy, alles in orde? Zijn jullie moe? Oh, we voelen ons misselijk.